hem erachter doen straks. Dat ga ik hem nog even melden en dan ja, als de mensen die aan het takelen zijn er ook even rekening mee houden dat hij rondrijdt, dan kunnen we beginnen. Vrij rijden is bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om een keer op het circuit te rijden. Ik bedoel, het is altijd een drempel van, kan ik eindelijk ook eens in mijn eigen auto het circuit? Ja, dat kan. Het hoeft niet altijd een raceauto te zijn. Hè. Er zijn natuurlijk op het circuit altijd heel veel raceauto's, maar je kan ook met een gewone straatauto het circuit op. En de klassen zijn allemaal verdeeld, dus iedereen die met de straatauto komt, rijdt in die klasse voor die straatauto. En die met de snellere auto komt, rijdt in de sportklasse. En die in een nog snellere klasse komt, rijdt in de supersportklasse. Dat zijn dan de semi-raceauto's of cursusauto's. En iedereen die wat als auto gedaan heeft, mag in die hogere raceklasse rijden. Nou, standaardrijders rijden in de tourklasse. Licentie is niet verplicht, dus iedereen mag daarin meedoen, een rolkooi is ook niet verplicht. Geen straf dit, hè? Nou, vrij rijden. Het is natuurlijk een enorme hoeveelheid actie. Mensen komen echt voor de snelheid. Ze willen heel graag hard rijden. Wel belangrijk dat we dan even vertellen hoe dat werkt met de ideale lijn. Maar goed, wij weten dat als raceschool of geen ander. Dus we helpen iedereen daarmee goed op weg. Er zijn ook duidelijk veiligheidssignalen. De baan wordt beveiligd met vlaggen. Er is een arts aanwezig. We hebben rescueauto's. Dus voor de veiligheid is ook alles in orde. Laatste rondje de remmen een beetje af laten voelen? Ja, de remmen sowieso redelijk ontlast, want we worden wel warm. Ja, komt heel veel van, want hoe hard heb je dat zo snel dit gehaald? Ik durf niet te zeggen. Okay, dat is mooi. Ik heb voor me uitgekeken. Heel goed, dat mag je ook eigenlijk niet weten, dat is een hele goede test. Ja, zeker. Het gaat alleen om de rondetijd hier. Ja. Wat je er meer over kan lezen staat op vrijrijden.nl. Bij de Raceport van Zandvoort vind je er alles over terug. En is dat uitvoerig hoe de spelregels werken, hoe de kaartverkoop werkt, met welke auto je in welke klasse komt. Kortom, alles staat op het internet.